Hey, goedemiddag, we zijn vandaag bij Wijngoed Slavante, het oudste wijndomein van Nederland. En hier vindt vandaag de startplaats van de Limburgse Wijnweek. Wijnambassadeur van Limburg van het jaar. Ik neem aan dat je trots bent, maar mogen we ook trots zijn op de Limburgse wijn op dit moment? Absoluut. Ik denk dat we heel trots moeten zijn wat op dit moment van de Limburgse bodem komt. Gezien de laatste 10, 15 jaar is het gewoon een enorm kwaliteitsproduct waar we met z'n allen heel goed op moeten zijn. Gewoon heel trots op moeten zijn dat dat gewoon uit deze bodem voortvloeit door goed het intensieve werk van iedere wijnboer die gewoon als een bezeten dagelijks in die wijngaard staat. Ja, want er wordt wel eens gezegd, ja, maar het is toch geen Franse Bourgogne of zo. Maar moet je het zo wel vergelijken? Nou, ik ben natuurlijk een eigenwijs baas. Ik vind, je moet het plaatsen in de origine waar het vandaan komt. En je moet niet een Chardonnay hier vandaan vergelijken met een mooie Meursault. Nee. Of je moet een Riesling hier niet vandaan vergelijken met een mooie Riesling uit de Mosel. Je moet het plekken uit de origine waar het vandaan komt. Tegenwoordig, anno 2020, horen wijn en de provincie Limburg eigenlijk wel heel goed samen. Ja, het weer is tegenwoordig zo goed in de vele zomers dat je voor goede wijn niet meer naar de Mediterranee hoeft, maar dat gewoon hier kunt genieten. Ja, wijn is natuurlijk lekker, maar wat kan het ook betekenen verder voor de provincie Limburg? Nou, het biedt al natuurlijk veel op economisch vlak. Eerst de afgelopen jaren met name de witte wijnen, die je nu hebt over hier. Rond Slavante of de Apostelhoeve, Wijngoed Torren, rond Voerendaal, Holset. Natuurlijk de mousserende wijnen zijn in opkomst, dus daar zijn we heel erg trots op. Maar het leidt ook voor impuls tot toerisme, omdat er ook wijnroutes worden ontwikkeld. De Route de Vin wordt al langzaam een begrip. Hoe zitten we nu qua ontwikkeling? Zitten we op onze top of zit er nog enorm veel groei in onze kwaliteit? Ik denk dat we niet op onze top zitten. Want als je ziet de laatste jaren de kennis wat wijnboeren onder elkaar hebben uitgewisseld, ook met Belgische collega's, maar ook geïnvesteerd hebben in technieken, de vakscholen in Trier, dat mensen ook inderdaad openstaan. Dat ze ook wel eens flessen wijn opsturen naar hun collega's in de Elzas om blind te laten proeven. Ik denk dat we gewoon een hele goede basis hebben die de laatste 10 jaar heel goed neergelegd is. En ik denk dat er nog veel meer uit te halen is door goed je open en bloot te stellen en op en aanmerken om je product te verbeteren. Ja. Okay. Veel succes komend ambassadeursjaar. Dus ik ben heel trots en ik zal een steentje bijdragen.